Laat maar iets grappigs denken. Matties uploadschema. Ja, je kan nu wel stoer doen. Het is weer. Deze video's zijn raar. En toch kijk je het maar. Het is weer. We hebben er allemaal zin in. Ik merk het al, het applaus is overweldigend. Laten we nog één toegift doen, nog één coupletje. Maar. Het is weer. Primetime. De klok slaat alweer 7 uur. En je moeder doet zuur. Maar. Het is weer. Primetime. We hebben er allemaal zin. En daarom gaan we ook maar snel beginnen. En we beginnen vandaag met de mededeling. Robbie is een plopkoek. Wat slaat op? Ja, hij is gewoon een plopkoek. Nou, daar wil ik nergens op slaan. Het is in ieder geval eindelijk tijd voor het kopen van een manager, want die hadden we nog niet. En waarom kunnen we dat niet gewoon in stijl doen? We kopen Louis van Gaal's Army. Vroeger was hij nog trainer van Barcelona. Waarom ben je echt zo weinig nog in mijn video's? Hoe zeggen ze dat eigenlijk in het Nederlands? In het Nederlands, they say that is another plopkoek. Een plopkoek zoals Robbie. Nee, eerlijk, Robbie, ik doe het niet. Kijkers, die willen gewoon jou in mijn filmpjes. Of, ik doe toch niks? Ik doe het zelf helemaal niet. Maar in ieder geval, Louis van Gaal is een Premier League manager. Wat is er nou even je bek, jongen? Maar in ieder geval, als je Louis van Gaal koopt, dan koop je natuurlijk een Premier League manager. En hou nou je bek! Nog één keer janken en je gaat een week bij Robbie logeren, hè? Oh, zeg, ik wil niet naar een debiel. Ik moest die grap gewoon nog een keer maken, omdat ik hem zo leuk vond. Ik koop een Liga BBVA manager kaartje, zodat Louis van Gaal manager is in de Liga BBVA, nee. En dus gaan we een potje doen. En hij heeft een lekker prankbeer shirtje. Kijk die prankbeer op zijn stiertje. Team is prima. En ik kom 1-0 achter. Donku maakt dan wel de 1-1. Maar ja, komt 2-1 achter en 3-1 achter. En dan komt Kluivert er ook nog in. Kluivert! En dan maakt hij 4-1, dus ik lief, doei. Het volgende potje speel ik. Dan heeft hij een corner en die gaat hij nemen. Vroom, vroom, daar gaat Mark met zijn 99 pace. Oh, dan gaan we zijn keeper een corner nemen. Het is echt niet te geloven. Dit wordt... Oh, ik moest zeggen dat ik nou nog moet kakken, hè? Als je maar niet over mijn snorheen wil poepen dan. Nee, want snorretje moet ook wel schoon blijven, hè? Iedere ochtend met shampoo, hè? Ja. Ja, dus? Dus het snorretje ruikt heerlijk. Er zijn van die dagen dat je makkelijk scoort. Er zijn van die dagen dat de keeper de bal van Rakitic redt. De rebound op de paal gaat. De bal hier uiteindelijk terecht komt bij Dongu. Die heeft de bal vrij voor de inschieten. En in vierde instantie kan Busquets hem afmaken. Vroeger maakte hij die Dongu nog wel eens hele mooie goals. En nog zou ik zeggen. Oh? No! En hij leeft en ik win! Van harte gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. Ik heb gewonnen. Ja. Maar jij bent toch meneer Voortanden? Ja. Heet smakelijk. Ken je het spreekwoord van Royans? Nee hoor. Die gaat zo. Serena, geen voorzichtig. Wat betekent dat? Ja, dat weet niemand. Nee. En ik zou je zeggen, dit is het hoogtepunt van de hele serie tot nu toe. Van mijn hele YouTube kanaal tot nu toe. Ik open dus hier het pakketje. Een 700 FIFA punten pakketje. Ik open hem. Links buiten Portugal. Het is... Ja, je wist het ook gewoon. Het had Ronaldo kunnen zijn. In ieder geval, dan koop ik nog 3 pakketjes van 700 FIFA punten puur voor de lol. Maar die heb ik niet opgenomen en er zat ook niks goeds in ofzo. En waarom ik dat deed? Ja, ik was toen gewoon een debiel. En nog zou ik zeggen. Hou je pack! Omdat ik alles verkocht en discard en alles wat ik had koop ik 2 spelers. Het is de linksback Alba en het is je boy rechtsback Dani Alves. 284 rated backs. Helemaal goed. Boah, leuk man. Dus ik ga van dit naar dit naar dit. Uit welk land komt Arda Turan eigenlijk? Ik doe net of dat Turkije is. Oh, maar waar ligt dat dan? Zal ik Turkije opzoeken? Als u mijn bril even vasthoudt, dan ligt hier bij Istanbul, ja. Turkije. Knap gedaan, hoor, meneer. Dank u wel, hoor. Ik wil naar het atelier. Wat ga je in het atelier doen dan? Dan trip ik even. En dan? En dan zeg ik wat de boodschap is. De boodschap is... Hey, dit is mijn tegenstander. Wat is dit nou even onzin, jongen? Ronzin. Zijn chemistry is... 46. Ja, dat is bijna. 64. Nee, 63. En dan zijn we hier in de avond. Dongu loopt tussen... Debiel. Bruh. Debiel. Bruh. De penalty wordt genomen door Dani Alves. Oké, hij schiet hem er wel in. Maar waarom Dani Alves? Ja, dat weet ik ook niet. En dan heeft hij de doeltrap. En hij zet hem... Annelie. Doei! Dag allemaal. Ik dacht dat je al lang opgetiefd was. Geen idee waarom deze man zijn comeback maakte, maar... Fuck, ik wil je helemaal niet meer filmen. We vliegen gewoon op. Het pakketje dat ik dan open is... Manolas! Met zijn 19 shooting. Dat is echt top. En dan spelen we het volgende potje tegen Justin Bieber's nieuwe kapsel. Hij lijkt er een klein beetje op. Robbie is een plopkoek. En hij leest graag een boek. Een schone snor. Yeah, yeah. Elke dag weer met shampoo. Ja, we wassen hem zo. Bye. Schone snor. Heerlijk. Nou, weer genoeg met die ronzin. Ronzin. Laten we maar gewoon een potje spelen, hè? Tegen dit fantastische team. En? We zijn begonnen.
Zouden ze maar even aanvalkeeper. Lekker Dongu, echt een toppertje. Maar moet je dit zien, dit vind ik nou fantastisch. Keeper heeft de bal, Mathieu gaat indribbelen. En die heeft een paas in de benen, ongelooflijk. Maar tikt hem door op Arda Turan. Die man helemaal uit Turkije, tikt hem door op Dongu. En met Dongu weet je dat hij de kansen gaat afmaken. Klem. Lekker. Dongu. En dan is het potje voorbij. Zoals je ziet moeten we trouwens de volgende wedstrijd 1 punt halen. En dan hebben we die titel. Lol, Matty, ben je blind of zo domme kut Mongol? Je ziet toch dat je er nog 2 nodig hebt. Bruh. En dat gaan we tegen deze mannen doen. Carlos Tevez bent vandaag de strijd aan met Ivan Rakitic. Oh, oké. Okay. Die andere spelers doen nog helemaal niet toe, joh. Wat valt er over die 2 te voorspellen? Nou, je gaat nog voorspellen. Oh. Nou, Carlos Tevez is een speler die bekend staat om zijn snelheid. Hè. Je moet hem niet te veel ruimte geven, want... Dan schiet hij er als een hazenwindhond vandoor. Dat lachje. Als een hazenwindhond. De hazenwindhond vandoor. Dat is hetzelfde als... Multifunctionele polyvalente spelen met diagonale looplijnen. Ja, maar als je... Maar ik moet zeggen, dit is een prima paas hier op Matuidi. En ik denk, ja, die keeper, wat doet hij eigenlijk? Ja, en ik moet zeggen, deze lobbel is mooi. Maar de wedstrijd van die keeper van mij... Het ging nooit de wedstrijd van die keeper van mij worden. Moet je maar eens opletten. Hier krijgt Tevez de bal op het middenveld. Die denkt, nou, ik ga toch maar van eens heel ver uithalen. Keeper heeft moeite. Toch pakt hij hem. Dramatisch. Dan gaan we wel op zoek naar de goal. Dan is hier Sandego. Gaat er omheen. Links langs de zijkant. Ik geef me strak voor. Ik ben niet eens Dongu geselecteerd, maar toch schiet hij automatisch erin. Dankjewel, Dongu. Je bent echt een beast. Ja, Rena, geen... Nee. Of hij gaat hem hier met Cavani loppen. Kut Nepperoy, kut donders. 3-2 is dan hier ook nog wel. 90ste minuut, het moet nog kunnen. We veroveren hier die bal. Kom op, met z'n 2 in de aanval. Kom op, let's go de aanval in. Ja, counteren. Oh, oh. Deze wedstrijd zat gewoon helemaal niet mee. Moet ik eerlijk zijn, dit was gewoon niks. Maar ik promoveer wel, dus ik heb 1-2 kutpakketjes. Ja, ja, het boeit helemaal geen flik wat er is. Het was gewoon helemaal kut. Ik wil een koekje. Dat mag als jij dat blauwe duimpje omhoog doet. Maar als we de 541 likes weten te halen, dan gaat Samson een weekje logeren bij Robbie en dan kom ik hem brengen. Oh, zeg, ik wil niet naar een debiel. Heerlijk. Ach, allemaal.